Nou, ik zou zeggen van ga maar een onderzoek instellen. Ik bedoel, ik heb het altijd verteld hè, dat ik erin gezeten heb. Dat was niks nieuws. Het werd wel heel groots gebracht alsof het nieuws was. Maar ik mag aannemen dat een inlichtingendienst ook mijn verleden heeft nagetrokken. En als daar iets geweest was dat niet klopte, ik zit met mijn rug naar je toe, dan was dat ook wel boven water gekomen. En tot op heden is er niemand opgestaan die zegt van nou, Filomena die heeft toen een karabijn of wat dan ook tegen mijn slaap aangehouden. Of die heeft me geschopt, of die heeft dit, of die heeft dat. Want het was niet zo. Nee, daar zullen we geen foto's van vinden. En ook geen uitspraken over horen. Nee. Ik ben wel iemand die houdt van praten, het praten en het debatteren en de politieke scholing. Dat boeide mij heel erg. Even naar hoe het toen verder ging met u. Wat gebeurt er daarna? Dan kom je thuis, word je misschien nog net door je chauffeur afgeleverd. Ja. En dan? Ben je helemaal alleen. Ik had mijn kinderen had ik, die waren bij mijn ouders. Ik was helemaal alleen in het huis. En het was stil. Ja. De maanden daarna? Werd het stiller. Steeds stiller, ja. Het werd steeds stiller. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook de drang om gewoon weer mezelf te zijn. En het werkzaam leven weer op te pakken. Maar was u niet boos of zo? Was u niet teleurgesteld of bitter dat u dacht... Hoe heeft dit nou zo kunnen gebeuren? Ja, maar ook boos op mezelf. Maar ook boos op inderdaad de buitenwereld... die een bepaald beeld telkens weer neerzette... Waar antwoorden die ik nog niet kon geven. Hè. Ik moest dingen uitzoeken, maar tegelijkertijd ook de druk. Maar en boos op uzelf, dat impliceert dan toch dat u ergens een fout heeft gemaakt? Ja, niet in mijn kracht heb gestaan. Die nacht in dat torentje. Paul, waar waren de politieke vrienden in die dagen? Want het was natuurlijk een periode waarin u ook wat steun had kunnen gebruiken... van degene die u gevraagd hadden. Nee, maar zo werkt dat. Die voelden zich belazend en namen geen contact meer op. Nee. Sterker nog, u heeft de hele nacht proberen Matt Herbert te bellen. Ja. U kreeg hem niet te pakken. Nee. Achteraf denk ik ook van, dat is toch raar als je dan... Ook de volgende dag niet, hè? Staat ook in het boek. Helemaal geen contact. En ik ging de volgende dag meteen weer gewoon naar de kamer. En ik weet dat de journalisten die er stonden... die keken me aan van, hoe kan dat nou dat jij hier staat? En ik had zoiets van, ik moet toch door? Ja. Ik moet toch werken? Ja. Kon u werk vinden daarna? Helemaal niet. Niet als koffiejuffrouw, ook niet als leidinggevende. Nee, helemaal niet. U heeft alles geprobeerd? Alles. Wat kwam u tegen? Gesloten deuren. Een directeur van een jeugdinrichting die zegt... van wat zeg ik tegen de pers als ze hier werkt. Iemand in de top van een omroepvereniging die me heel graag wou. En zei van ik wil je graag, maar het geeft spanning op de werkvloer. Gewoon alle deuren die dicht waren. Ja. Er is... een enkele opdracht voorbijgekomen, maar... En wat voor opdracht hebben we het dan over? Dat was voor de GGD in Rotterdam. Als de dagvoorzitter of... Nee. Wat voor dingen? Dat was een coachingstraject waarbij het ging om de besturen van speeltuinen in te kleuren. Omdat die veelal traditioneel voor langere tijd wit-blank zijn. En de buurten, de wijken natuurlijk heel erg gekleurd zijn. Mm. En dan moet je wel een afspiegeling hebben en dan moet je laagdrempelig zijn... om natuurlijk... zo'n speeltuin toegankelijk te maken voor iedereen. Ja. En dat was heel leuk, maar heel kort. U werd er uiteindelijk depressief van? Regelmatig. Maar ja, als je mij dan vroeg hoe gaat het, ging altijd goed. Ja. Komt wel u goed. U beschrijft in uw boek dat u zelfs 2 keer heeft overwogen een eind aan uw leven te maken. Dat is heftig. Dat is heel heftig. En die ene keer, dat zijn dingen dat overkomt je als je alleen bent. En ik heb een zwager die neuroloog is, dus die had mij altijd geleerd... van je hebt 3 groepen mensen als ze zelfmoord willen plegen. Van nou, zwager van mijn moeder. 1 groep die roept het en die doet het niet. De andere groep die wil aandacht, die roept het ook. En je hebt een groep die doet het gewoon. En ik moest heel erg denken, ik heb een paar jaar... het regionaal opsporingsprogramma van de politie gemaakt voor Zuid-Holland... En ik weet dat we een keer een zaak hadden. Ik kreeg het te zien van een zelfdoding. Hele mooie jonge man, prachtig wit overhemd. Het leek gewoon een schilderij van een stil leven. Hij hing daar en op de achtergrond een schilderij. En ik weet dat ik toen naar die foto keek. Hele mooie man, jonge man. En dat ik dacht van, wat erg dat jij niemand had om mee te praten. Mm. En toen ik zelf het moment had dat ik dacht van... Dit moet ophouden, ik wil rust, ik weet het gewoon niet meer. Het verdriet is zo groot, je bent er echt helemaal naar binnen. Toen moest ik denken aan die foto. En ik begreep wat er was met hem. Dat het niet was dat er niemand is waar je naartoe kunt. Want natuurlijk had ik mensen om me heen. Maar
dat je, dat zei ik net ook, dat je gewoon, je wil dat het ophoudt. Mm. Het moet ophouden. En als je dat punt bereikt hebt, dan is er geen verschil tussen dit leven en het andere dat je niet kent, maar dan is het één. En dan denk je van, nou, dan is het goed. Wat heeft u ervan weerhouden uiteindelijk? Ik heb het geluk gehad dat ik dat er een soort dialoog in mezelf ontstond. Waarbij ik teruggenomen werd naar andere momenten in mijn leven. Zoals mijn jongens, en dat beschrijf ik ook in het boek, zoals mijn jongens mij gedurende de afgelopen 6 jaar regelmatig de spiegel hebben voorgehouden van, mam, kijk, dit ben jij. Hmm. Dit heb je gedaan. Weet je nog? Enzovoort. Ze hebben u er doorgeholpen. Absoluut. Ja. Door die spiegel. Ze zijn je spiegelbeeld. Kinderen zijn het product van hun opvoeding. En kinderen zijn je spiegelbeeld. Ja. U heeft uiteindelijk weer werk gevonden. Ik ben weer bijna heel vaak vallen, opstaan, dit proberen, dat proberen. En de druk van buitenaf, hè? Om te moeten vertellen wat ik deed. Dat was ja, gigantisch. Want u bleef ook langskomen in televisieprogramma's als de 10 grootste leugenaars van Nederland, ja, geloof ik? Ja, de 10 grootste leugenaars, enzovoorts, enzovoorts. Toen dat programma weer herhaald voor de werd, derde keer of zo, toen dacht ik ga naar Moscovici. Ik had geen geld. Ga naar Moscovici. Doe er iets aan. Ja, aanbellen, helemaal over mijn toeren stond ik beneden. Nou, natuurlijk deed de secretaresse niet open. Die kende me ook helemaal niet. En die zei van, nou, dan moet je €350 betalen. Had ik ook niet. Ik stond daar, ik denk, hier moet iets aan gedaan worden. Nou, ik kon niet naar binnen. Wat heeft u gedaan uiteindelijk? Nou, toen ben ik daar op de Ambachtsgracht stond ik. En toen heb ik echt huilend en schreeuwend gebeld naar RTL4. Van, dit moet ophouden. Ik kom niet verder met mijn leven. En ik heb 2 jongens waar ik voor moet zorgen. Dit moet ophouden. Maar naar RTL4? Ja, die zonden dat programma steeds uit. Door de grootste leugenaars. Ook, dacht ik. Nou, en toen kreeg ik ik had de secretaresse van de omroepdirecteur. En volgens mij zijn ze zo geschrokken. Want naar buiten toe had ik dat emotionele niet. Hè? Dat is echt voor binnen gebleven, ja, altijd. Ik denk dat ze daar zo van geschrokken zijn. En toen zei ze, nou, u wordt teruggebeld. Toen werd ik teruggebeld. En toen werd het thema zei, nou, we zullen het niet herhalen. Maar ik kan u geen garanties geven voor de toekomst. En ik moet zeggen, sinds toen hebben ze het nooit meer uitgezocht. Nee, dus dat hielp. Als ik u nu vraag hoe gaat het met u, wat zegt u dan? Goed. Ja, goed. Gewoon goed. Ja. Het leven staat er op de rails. Ja, mijn voet is in het gips, maar ik stond toch nog salsa te dansen van de week in de woonkamer. Oh, dat kan. Dus, je voelt het wel daarna pas in het gips dan. Ja, s'avonds voelde ik het wel. Maar het gaat goed. Ik ben innerlijk ben ik in balans. Ik ben van nature heel levenslustig en vrolijk. Ik hou van mensen. En heel ad rem. En dat is allemaal weer terug. Terug. Ja. Dank voor uw vraag.